In de film Into the Wild van regisseur Sean Penn, gaat Christopher McCandless in een oude bus in de wildernis van Alaska wonen. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. McCandless moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien en doet dat door terug te vallen op jagen en verzamelen. Stel je voor dat jij dat zou doen. Zou je dat overleven? Zou je een hert kunnen vangen, slachten en kunnen braden? Zou je eetbare wortels kunnen vinden? Zou je in staat zijn om eetbare van niet eetbare bessen te kunnen onderscheiden? Gelukkig hoeven we ons normaal gesproken geen zorgen te maken hoe we aan eten komen. Dat halen we voor het grootste deel in de supermarkt. Van de bessen die daar op de groente- en fruitafdeling liggen, hoef je je niet af te vragen of die eetbaar zijn of niet. Het zou vreemd zijn als er bij die afdeling zou staan dat alles eetbaar is. Om al het eten en de andere producten in de supermarkt te krijgen, moeten heel veel mensen allemaal hun eigen bijdrage geleverd hebben. De boer in Zuid-Amerika, die voor het paardenvlees in je kroket zorgt, de vrouw die aan de lopende band in de Verenigde Staten waar je chocolate chip cookies inpakt, de wegwerkers die het asfalt gelegd hebben voor de weg waarover de vrachtwagens met de producten naar de supermarkt vervoerd worden, en gaan zomaar door. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de supermarkt. Alleen door bijzonder complexe samenwerking kunnen we een samenleving inrichten waarin mensen kunnen leven en een bepaald niveau van welzijn en welvaart kunnen bereiken. Samenwerken levert heel veel voordelen op. Alleen zouden we nooit het niveau van welzijn en welvaart kunnen bereiken dat we gezamenlijk wel bereikt hebben. Maar hoe komt het nu dat we samenwerken? Vanuit een evolutionair perspectief zijn mensen, net als andere organismen, gericht op de reproductie van de eigen genen en vanuit dat perspectief lijkt het zo te zijn dat samenwerken niet verklaard kan worden. Kan samenwerken dan alleen maar verklaard worden op een manier waar de natuurwetenschappen niets over te zeggen hebben? Behoort samenwerken dan tot het domein van de sociale wetenschappen? De meest extreme vorm van samenwerken is altruïsme. In de technische betekenis van het woord gaat het dan om het opgeven van de eigen reproductiekansen ten faveur van die van een ander. Zo slaken vervet aapjes alarmkreten als ze een luipaard aanzien komen. Daardoor waarschuwen ze de groepsgenoten, maar trekken ook de aandacht van het luipaard, waardoor zo'n aapje het risico loopt dat het luipaard hem aanvalt. Vanuit het evolutionaire idee dat organismen zo in elkaar zitten dat ze zo zullen handelen dat ze hun eigen reproductiekansen juist vergroten, lijkt dit onverklaarbaar. Het probleem is het volgende. Diegenen die anderen helpen om reproductief succesvol te zijn, ten nadele van de eigen reproductiekansen, zullen hun genen niet of nauwelijks doorgeven. Als dat altruïstisch gedrag genetisch is vastgelegd, verdwijnen die genen dus en zou daarmee het altruïstisch gedrag moeten verdwijnen, omdat alleen diegenen die egoïstisch gedrag vertonen reproductief succesvol zijn. Maar altruïstisch gedrag bestaat. Dat lijkt dus verklaard te moeten worden door andere mechanismen dan biologische mechanismen. Toch valt altruïstisch gedrag wel degelijk te begrijpen vanuit het evolutionair perspectief. Die bioloog Bill Hamilton heeft laten zien dat altruïstisch gedrag bij genetische verwanten evolutionair verklaard kan worden. Het idee is vrij eenvoudig. Als iemand bijvoorbeeld zijn broer helpt om zijn kinderen in leven te houden in een tijd van voedselschaarste, en zelf geen kinderen neemt, dan is dat in het voordeel van de genenreproductie van de broer en in het nadeel van de genenreproductie van de persoon zelf. Maar de kinderen van zijn broer zijn genetisch een kwart hetzelfde als die persoon, dus als die persoon op deze manier zijn neefjes en nichtjes in leven weet te houden, is hij genetisch ook succesvol. Als het altruïstisch gedrag genetisch bepaald is, is de kans groot dat ook een aantal neefjes en nichtjes diegenen hebben die daarvoor zorgen. Maar hoe zit het dan met altruïstisch gedrag naar diegenen die geen genetische verwanten zijn? We zien dit gedrag bij vampiervleermuizen. Deze vleermuizen drinken bloed bij zoogdieren. Maar het lukt ze niet altijd om een dier te vinden waar ze bij kunnen drinken. Maar als ze meer dan een dag niet eten dan raken ze zo verzwakt dat ze dood zullen gaan. Dan zijn ze afhankelijk van soortgenoten die bloed opbraken, zodat ze dat kunnen eten. Maar daarmee loopt diegene die het bloed afstaat, een risico dat hij de dagen erop niet genoeg eten vindt en dood zal gaan. Dan moet een andere soortgenoot dus bloed opbraken. Dit heet reciproc altruïsme, en het is een vorm van altruïsme waarbij een individu zijn of haar reproductiekansen maar tijdelijk opgeeft en zelf hulp verwacht als hij of zij die nodig heeft. Wat gezien werd als de moeilijkste te verklaren manier van samenwerken, altruïsme, blijkt vanuit een evolutionair perspectief feitelijk heel goed te verklaren.